Ten eerste wil ik namens de organisatie dank en respect uitspreken voor jullie, dat jullie hier in honderden getalen vandaag naar Den Haag zijn gekomen, ondanks dit ongelofelijke pokkenweer. Wat dat betreft staat dit weer ook wel symbolisch, is het symbolisch voor wat er gaande is en dit kabinet. Het is koud, het is kil en je wil zo liefst mogelijk snel en veilig heen komen zoeken en wegrennen. Maar wij gaan niet wegrennen. Wij zijn hier vandaag bijeengekomen, ondanks dit weer, om een protestbeweging op te gaan bouwen, om een startschot daarvan te geven. Want we staan tegenover het slechtste van twee werelden. Ten eerste de wereld van ongekend harde bezuinigingen, waar al heel veel over is gezegd vandaag. Maar we staan ook tegenover de wereld van Wilders. Een politicus die oproept voor een kopvolle tax. Die zegt dat ruilschoppers met scherp in hun knieën moeten worden geschoten. Dat miljoenen moslims uit Europa gedeporteerd zouden moeten. Die politicus is nu een van de machtigste politici in Nederland. Hij kan elk regeringsbesluit maken of breken. En herinneren jullie nog de afgelopen jaren dat er zo vaak is gezegd: je moet hem maar negeren, hij gaat vanzelf al weg, geen zorgen over maken. Niet dus. Hij staat nu in het centrum van de macht en legt zijn agenda op aan deze regering. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling. Zijn zondebokpolitiek werkt als een bliksemafleider. Op het moment dat mensen verbitterd raken, wijst hij aan dat hij buitenlanders daarvan de schuld moet geven, dat daar hun frustraties op gebotvierd moeten worden. Het feit dat er aanslagen zijn geweest, brandstichtingen, geschoten is op moskeeën, is een teken aan de wand voor wat er komen gaat. Met deze twee werelden worden we op dit moment geconfronteerd. En je zou zeggen, het is alle reden om alarm te slaan. Alle reden voor een links dat een streep in het zand trekt en zegt tot hier en terug. We willen net zoals in Frankrijk dat er strijd komt om onze sociale verworvenheden te verdedigen. Om tweedeling actief te bestrijden. Als dit geen tijd is om een protestbeweging op te bouwen, wanneer dan wel? Maar we mogen ook niet verwachten dat een protestbeweging uit de lucht komt vallen. En dat we binnen een paar weken dat er een regering is, er net zoveel mensen op straat staan als nu in Frankrijk. Gevestigd links in de top van de vakbeweging hebben de afgelopen jaren veel meer naar de onderhandelingstafel gekeken om dingen gedaan te krijgen dan naar de straat. Wat dat betreft hebben we een lange weg te gaan en we hebben heel veel herop te bouwen om weer te komen tot een grotere massale protestbeweging. Daarom wil ik met die vraag afsluiten. Wat staat ons in de komende weken, in de komende maanden te doen? Wat als we nu naar huis gaan, wat kunnen wij bijdragen aan het opbouwen van een protestbeweging? En het eerste wat ik daarover zou willen zeggen is dat we in de komende tijd moeten zijn waar de klappen vallen. We moeten zijn waar er verzet opkomt. Op dit moment zijn het de kunstenaars, de kunstsector, de eerste groep die echt in beweging komt. En we moeten ze ondersteunen en we moeten dat soort protesten helpen versterken. Maar het kan ook zijn dat de TNT gaat staken in de komende periode en dat we hun strijd zullen moeten ondersteunen. Op zo'n manier moeten we wat er in beweging komt zien te versterken. Aankomende zaterdag is er in Amsterdam een protest tegen racisme en uitsluiting. Daar moeten we met zoveel mogelijk mensen naartoe om dat zo groot mogelijk te maken. Zaterdag 20 november worden door het hele land acties georganiseerd door de kunstsector. Die moeten we zo groot mogelijk helpen maken. De maandag daarop is er een manifestatie van de kunstsector in Amsterdam. Die moet zo groot mogelijk worden. Zo zullen er de komende tijd zal er een heel actietraject zijn van momenten. Soms klein, soms wat groter. Maar die moeten we gaan helpen bouwen en versterken. Op die manier bouwen we een protestbeweging. Het tweede wat ons te doen staat als wij weggaan in de komende weken wat we kunnen doen, is het versterken van de lokale netwerken. We hebben nu een landelijk
protest. Maar heel veel van de aanvallen zullen gebeuren via gemeenten. Zullen op lokaal niveau dingen gebeuren. En we hebben het niet door het hele land verzetscomité's. Dit is een tijd dat links weer bijeen moet komen. En dat we de krachten moeten bundelen. Roel is onderdeel van het steuncomité Sociale Strijd in Amsterdam. Het is een lokaal voorbeeld van waar migrantenorganisaties, vakbondsleden, de lokale SP, radicaal linkse groepen bijeen zijn gekomen en hebben gezegd, wij bundelen onze krachten, wij steunen de strijd van de schoonmakers, wij vechten tegen de afbraak van het minimumloon en we bouwen aan landelijke protesten. Daar is links niet alleen maar bezig met hun eigen dingetjes, maar komen we bijeen en bundelen de krachten. Dat is wat we door het hele land moeten doen. Dus als je weer naar huis gaat, zorg dat je elkaar, dat je contactgegevens uitwisselt. Op de hoek is de stand van Rekening Retour. Laat je e-mailadres achter. Wij willen in de komende weken en maanden mensen op lokaal niveau bij elkaar brengen. Iedereen die terug wil vechten tegen deze bezuinigingen, moeten bij elkaar komen, omdat we samen sterker staan. Werk daaraan mee, organiseer lokaal bijeenkomsten, organiseer acties waar dat mogelijk is, lokaal verzetscomité's opbouwen en op een gegeven moment ook weer landelijk bijeenkomen voor een veel groter protest als deze. Laatste punt dat ik jullie wil meegeven en wat ons te doen staat, is dat we een ideeënstrijd op moeten aangaan. Een heleboel mensen zijn bezorgd over wat er op hun afkomt, maar hebben ook het gevoel dat er geen alternatief is. Dat bezuinigingen nou eenmaal noodzakelijk zijn. Je hoort het van heel veel kanten van ja, er moet nou eenmaal bezuinigd worden. Wat kunnen we anders doen? Het is niet gek natuurlijk. Dit is wat zo'n beetje alle partijen de afgelopen periode hebben gezegd, van er is geen alternatief. Het is een kwestie van kijken van hoe er bezuinigd wordt. Dat idee moet getackeld worden. Bezuinigen is een keuze. Er zijn alternatieven. Zembla heeft een uitzending gehad eind vorig jaar, dat multinationals in Nederland voor 16 miljard per jaar aan bezuinigingen ontduiken. 16 miljard! Alleen als bedrijven multinationals de belasting zouden betalen die ze moeten betalen, is dat al meer dan de helft van wat Rutte op dit moment van de verzorgingsstaat wil slopen. Ja. Er is meer dan genoeg geld in Nederland. Er zijn 150.000 miljonairs die ze hebben geprofiteerd. Er zijn 150.000 miljonairs in Nederland. Die hebben geprofiteerd van de grijcultuur in de afgelopen jaren. Dat is waar we het geld moeten gaan. Dat is waar we het geld moeten gaan halen. Er zijn alternatieven. Dat is wat we naar voren moeten halen. Dit is niet onze crisis. Wij gaan niet voor deze crisis betalen. Handen af van de lonen. Handen af van de studiefinanciering. Vecht voor elke baan. Stop de culturele kaalslag. Geen verhoging van de eigen bijdrage in de zorg. Wij gaan deze crisis niet betalen. Haal het geld waar het zit. Belast de rijken! Belast de rijken! Al het geld waar het zit! Belast de rijken! Dat sluit eraf!